Alle vermoedens kloppen. Juwelier Storks is een ordinaire geldmachine. En heel erg veel toeristen zijn de dupe. Ik ga Storks bellen. Ik zeg... klanten komen met de ringen en... geef het geld maar terug. We moeten dus terug naar Storks. Na alles wat er is gebeurd, voelt dit als het hol van de leeuw. Ja. Mag ik me even merken? Ik heb een opdracht gekregen van de baas ook. Dan zal ik iets goed tegenmoet moeten komen. Voor 1400 euro, dan hebben wij echt geen dubbeltje winst eraan. Maar wij willen gewoon ons geld terug. Alles. Die 18% btw, dat moeten wij betalen. Bij de 350 euro, zegt hij. Die dingen waren 1850 euro. We laten bij twee onafhankelijke juweliers, dat zijn geen straathoekverkopers, die zeggen 700, allebei 700. Het enige wat we doen is binnen 24 uur terugkomen, we willen ons geld terug. Punt. Als je je als klant opgelicht voelt, dan is het beste wat je kan doen als bedrijf, het teruggeven en hier is het geld en dan pak je misschien het verlies. Dan maakt het uit. Maar dit klopt echt. Ik heb nog nooit gehoord, maar luister, ik heb nog nooit gehoord dat je de belasting moet gaan lopen betalen. Nog nooit. En als je elke keer oplichterij hebt, dan krijg je een probleem. Dat zijn gebeurde dingen. Bij ons in Nederland kan je gewoon je mening zeggen. Maar, hier in Turkije zijn meerdere dingen die verboden zijn. Maar bedoelt u dat wij problemen kunnen krijgen? Als je nou over elke keer over de oplichters begint, dan heb je een... Weer worden we heel subtiel bedreigd. Hij doelt op de bewakingscamera achter hem, waar waarschijnlijk iemand mee zit te kijken. Storks is niet van plan om het hele bedrag terug te geven, maar hangt een wazig verhaal op over 18% btw, die 350 euro die wij moeten betalen. En dat vormt meteen het laatste hoofdstuk van deze affaire. Want ook met de btw worden toeristen snoeihard opgelicht. Op het moment dat je het land verlaat, slaan ze nog één keer toe. Hun vullen een formulier en die krijg je mee bij je sieraden. En dat formulier moet jij dan weer inleveren op het vliegveld. Ja. En dan krijg je hun belasting terug of zo. Mijn vriend die werd echt zo geroepen zo van, ja, kom jij maar even mee. En, op het vliegveld? Op het vliegveld. Wist iemand op het vliegveld dan dat jullie bij Stork waren geweest? Ja. Hoe dan? Ja, ik denk van Stork zelf dat ze dat gewoon vertelden. Want hij werd eruit gehaald en de ringen moest hij dan laten zien. En het formulier wat hun dan hadden ingevuld en wat, dat wij het hadden gekocht, dat moesten we dan bij hun achterlaten. En dan kregen hun het geld weer terug van de... Maar dat was de douane die dat deed. Ja, ik weet niet wie het was. Ik denk het wel. Dit mag helemaal niet. Het gaat hier om een btw-teruggave die uitsluitend voor de toerist is bedoeld. En zeker niet voor de juwelier. De meeste toeristen kennen dit systeem niet. En van die onwetendheid wordt in Antalya listig misbruik gemaakt. En dit is ook precies de reden dat Storks wil weten wanneer hij weer terugvliegt. Ten eerste kunnen ze dan je sieraden de dag ervoor bezorgen, zodat je ze niet meer ter plekke kunt taxeren. Plus, ze kunnen je op het vliegveld opwachten om je nog één keer te bestelen. Om de ernst van deze fraude duidelijk te maken, gaan we even terug naar het moment dat Marco en Marijke bij Storks het welkomstpraatje kregen. Dit volgende fragment laat pijnlijk duidelijk zien hoe onwetende toeristen een rat voor ogen wordt gedraaid, zodat ze op het vliegveld bij vertrek geen argwaan krijgen als er opeens een medewerker van de juwelier opduikt. Om zogenaamd behulpzaam te zijn met de douanepapieren. De BTW heeft niks te maken met Nederland. De BTW is totaal nog hier in Turkije. Dus de 18% is 1,21. Als u een aankoop maakt, of dat is maar iets van 10 euro, 100 euro, 1000 euro, maakt niet uit. Al de papieren worden klaargemaakt voor in de douane hier in Antalya, ja? Dus zodanig dat u geen problemen krijgt als u hier het land gaat verlaten. Het enige wat u moet doen is een stempel afhalen bij de tax-free bureau en dan bent u in orde. Als u eigenaar binnen gaat, nou, wat doet u dan? Normaal gezien moet u het aangeven, maar dat doen we dus niet. Je doet het om en je gaat gewoon verder, want ik zie weer allemaal van alles om. Alles wat je om hebt is van u. Daar kunnen we niks op zeggen. Storks adviseert dus ook nog even en passant om de Nederlandse douane te belazeren. Wij hadden hier voor 1850 euro sieraden gekocht en willen nu ons geld terug. Maar daarmee, zo hebben we geleerd, loopt Storks dus 18% belasting op het vliegveld mis. En dat is nou precies die 350 euro die ze nu niet willen teruggeven.
Ik bel onze reisleider en leg uit wat we allemaal hebben ontdekt. Gewoon terug. Dus dat is gewoon die 18%, dat kan helemaal niet. Ik heb daar met de douane over gebeld en dat kan helemaal niet. Ik ga nog een keer even bellen, meneer. Heel graag, want het is een beetje raar. Die zagen ze kennelijk niet aankomen, want nog geen minuut later... Ik heb goed nieuws, ze gaan alles terugstorten. Oh, mooi. Om echt 100% zekerheid te krijgen over dit grove gesjoemel met belastingen, wandel ik D-Jewels binnen. Ook een mega-juwelier, recht tegenover Storks. Ik word weer, veelzeggend, geholpen door Nederlandstalig personeel. Spreekt u Nederlands? Beetje wel, ja. Hoi. Hi, Boris. Kees. En als ik dan interesse toon in een van de ringen en de verkoper tovert de belastingpapieren tevoorschijn, krijg ik zonder al te veel moeite antwoord op al mijn vragen. Taxbrief voor ons, niet voor jou. Dat wij belasting, zeg maar. Kun je het terugkrijgen? Ja, denk ik wel. Ja. Laat je in Antalya vliegveld zien, in Amsterdam niet. Waarom? Dan moet je belasting betalen zelf. Oh. Dit is voor ons. Dan krijg je wat terug. Je krijgt... Dan krijg je wat terug, denk ik. Ja, zijn ze. Ik weet het. Nu begrijp ik het. Ja, tuurlijk. Slimme truc, hè? Ja. Belasting altijd. Oplichters en belastingfraudeurs. We kunnen nog steeds bijna niet geloven dat gerenommeerde touroperators daar nou mee samenzweren om toeristen op grote schaal op te lichten. Maar een andere conclusie is na ons bezoek aan Antalya eigenlijk niet mogelijk.